Gerard Joling en Gordon, ooit het gouden duo van de Nederlandse televisie, lijken de laatste jaren een enigszins vertroebelde relatie te hebben. Hoewel ze lange tijd synoniem stonden voor succesvolle samenwerkingen op tv, is het nu een mysterie waarom er geen gezamenlijk programma meer op de buis verschijnt. In een recent interview met Weekend geeft Gordon aan liever niet in te gaan op de vraag over de huidige stand van zaken tussen hem en Gerard. Hij vreest dat het antwoord aanleiding zal geven tot onnodige speculaties en geruchten. Desondanks ontkent de veelzijdige tv-maker en zanger ten stelligste dat er sprake is van ruzie tussen hen beiden. Nee, er is geen sprake van ruzie, benadrukt Gordon. Ik heb hem nooit iets aangedaan, voegt hij eraan toe. Gordon werpt licht op een incident van vijf jaar geleden waarin hij in zijn boek een karakteromschrijving van Gerard tekende. Dit bleek voor de zanger een bron van irritatie te zijn. Echter, volgens Gordon, is dat het enige struikelblok geweest in hun relatie. Voor de rest hebben we nooit ruzie gehad, verzekert hij. Fans van het voormalige duo blijven echter in het duister tasten over de exacte redenen achter hun verminderde samenwerking en de afwezigheid van gezamenlijke tv-programma's. Het mysterie rondom Geer en Goor lijkt voorlopig nog niet opgelost, waardoor speculaties en vragen blijven hangen in de lucht. En zo blijft het wachten op verdere onthullingen over de staat van hun vroeger zo succesvolle partnerschap.